40% van de mensen, ook in Amerika, gebruikt vibrators. Eigenlijk geef ik geen product, ik geef orgasmes. Welkom bij een nieuwe aflevering van Profile. Onze ondernemende gast van vandaag is Rianne Svierstra. Bij sommigen van u wellicht beter bekend als Rianne S. Want onder die namen verkoopt ze haar sekspeeltjes. Dat is het hè. Dat zijn het, Paul. Dat zijn het. En vertel eens even, hoe komt een, een jonge vrouw, als jij in de, in de wereld van de sekspeeltjes terecht? Ja, dat is een tijd geleden, dus 18 jaar geleden, toen had ik een vriend en die had thuis de Hustler magazine. Ik weet niet of je daar bekend mee bent. Uh, maar... Van horen zeggen. Ja, snap ik. <laughs> nou, daar stonden van die roze ze in... met van die aderen uh, in plastic. En ik was een vrouw die van mooie dingen hield. Van mooie kleren, mooie tassen. En toen dacht ik, hoe kan het toch zo zijn... dat vibraten zo lelijk zijn? Dat spreek ik over 18 jaar geleden, 19 jaar geleden inmiddels. Um... En toen dacht ik, dat moet toch beter kunnen? En dan moet ik zeggen dat ik ook altijd al wel het idee had om iets voor vrouwen te doen. Ik heb wel een zekere feministische opvoeding door mijn moeder gehad. Ja. En ik wou ook altijd ondernemen. Dus die drie zijn eigenlijk samen gekomen tot Rianne S. Ja, ja. Grappig. En um, ik heb me laten vertellen dat je uh, met het businessplan om uh, uh, mooie vibrators te ontwerpen aanklopte bij de bank. Um, zegt de bank dan gelijk van ja leuk gaan we doen? Nee, dat was wel echt een heel gedoe. Dat was 2008, was het ook nog eens crisis. Um, ik woonde toen in België en dat ging daar wel allemaal wat makkelijker. Want dan hoef je niet bij een... Nu hier in Nederland moet je bij een heel algemeen kantoor... bij ABN AMRO bijvoorbeeld uh, aankloppen. En als je geluk hebt, ken je, heb je dan daar een naam met wie je verder kan werken. En daar waren die kantoren wat kleiner. Uh, dus dat ging echt op zijn Belgisch. Via via uh, moest ik mij daar dan uh, nou, uh, die bank overtuigen... Uh, dat heeft wel een tijdje geduurd, maar uiteindelijk heb ik toch een lening gekregen. Ik moest zelf ook veel inleggen, weliswaar. Yeah. Uh, die lening was ook gelijk een van de grootste fouten. <laughs> <laughs> Mijn grootste fouten in het hele ondernemen was ook die lening. Maar goed, ik heb hem toen wel gekregen en ik ben ook daardoor kunnen beginnen met het ondernemen. Want ik ja, heb want hem wel het wel nodig gehad. Waarom was het een fout? Ja, dat was, ik weet niet of je daar bekend mee bent, maar dat was een Bulletkrediet. Nou, de naam bullet zegt het eigenlijk al. Alles, alles waar een bullet is, in moet je eigenlijk ver weg van blijven. Yeah. Uh, dus het was een krediet en dan was het dan de bedoeling dat je startte met je zaak... en dat je dan na twee jaar die lening kon terugbetalen. En het ging, uh, geloof ik, om een bedrag van 150.000 euro moest je dan terugbetalen. En als je start met ondernemen, is dat niet gelijk een dag wat je klaar hebt liggen. Nee. Want uh, of het gaat goed en je investeert dat in groei... Uh, of het gaat minder goed, dan heb je het ook niet. Dus de kans dat je dat hebt na twee jaar is echt werkelijk heel klein. Yeah. Of je moet enorme marges hebben en in de drugshandel zitten en zo. Maar <laughs> volgens, mij, volgens mij in iedere gewone business is dat gewoon best wel lastig. Ja, ja. Dus, uh, ja, dus dat, dat, dat was een beetje niet mijn allerbeste keuze. Maar goed, ik ben daardoor wel kunnen beginnen. Ja. Ja. En uh, heb je ze zelf ontworpen? Ja, ik, heb, ik moet zeggen, mijn eerste modellen werk ik ook met, uh, heb ik wel met een ontwerper, een uh, productdesigner gewerkt, hoor. Ze hebben het echt samen gedaan. Ja. Uh, maar toen kwam ik erachter dat ik die jongen alleen maar royalties moet betalen <laughs> en er eigenlijk alleen maar gedoe mee heb. Uh, dan denk ik, ja, dat kan ik eigenlijk zelf ook. Ja, ja. Dus vanaf die dag maak ik alles zelf. We hebben in China uh, mensen die kunnen van die 3D-modellen, want dat kan ik natuurlijk verder niet. Hè? Ik uh, ik doe gewoon de schetjes en. De, de vormgeving, de globale vormgeving doe ik voor het hele merk. Ja? En er zijn er verder mensen die dat perfect kunnen uitwerken. Want dat kan ik niet. Maar ik kan wel zeggen, dit concept wil ik qua product en qua verpakking. Dat kan ik heel goed. En, Gaat een uh, ander dat uitwerken. Het lijkt me nog best wel ingewikkeld als je uh, zo'n eerste orde plaats in China. Uh, ging dat gelijk goed? Nee, dat was vreselijk. Uh, dat was ook weer een fout. <laughs> <laughs> dus ik had natuurlijk ook helemaal geen contacten daar verder. Hè? Tenminste, ik had wel een contact. Ik werkte er voor de meubels. Yeah. En een van die vrouwen wie ik verkocht zei, nou, ik ken wel een uh, vibratorfabrikant. Nou, oké, okay, goed, kennis meegemaakt, uh, 1500 dollar overgemaakt. Dat viel gelukkig wel mee. Yeah. En toen kwam ik daar drie maanden later en toen. Ja, bleken daar helemaal geen samples te zijn. Dan was die man met de Nordic vertrokken. Hm. Met mijn 1500 dollar. Dus die woont nu ergens op de Bahama's van jouw familie. Ja, ik denk dat je... <laughs> <laughs> Dan kun je gewoon één nacht logeren <laughs> <laughs> ja. op de Bahama's. <laughs> ja, ja. <laughs> ja. Hey, en eh, je richt je exclusief, of eigenlijk exclusief, maar je richt je uh, specifiek op vrouwen. Hè? Ja. Uh, terwijl het toch een gemeenschappelijk ding is, uh, uh, seks over het algemeen. Uh, waar, waarom kies je juist die vrouwelijke uh, invalshoek? Ja, ik denk vrouwen in partner. En dat je, daar, uh, je moet toch een keuze maken hè, van mensen die je aan het merk wil binden. Dus is het naar mijn beleving toch iets beter uh, voor een niche te kiezen, ook binnen die groep van vrouwen uiteraard. Okay. Um, je ziet wel nu tegenwoordig steeds meer gender neutral, ook in mijn business. Je hebt bijvoorbeeld bepaalde awards voor beste product voor vrouwen, dat is afgeschaft. Okay. Uh, maar ja, ik ben een vrouw, ik maak producten voor vrouwen. De meeste doelgroepen doelgroep voor wie ik het maak, zijn geen mensen die zich gender neutral voelen. Het ja, ja. zijn toch vrouwen die zich, of die zich vrouw voelen. Ja. Dus vind ik het beter om dat onderscheid te, gaan maken, te maken. Maar ik zeg wel vrouw en partner. Hè? Ja, ja. Ja. En wie dat dan is, dat kan een vrouw zijn of een man. Dus ik heb ook een paar koppelproducten. Uh, maar ja, wie ben ik als vrouw om een product voor mannen te gaan ontwikkelen? Ik weet niet eens hoe het voelt als man. <laughs> dus daar wil ik ook mijn handen niet aan branden, hoor. Ja, ja. Nee, vingers niet aan branden. Ja. Hey, en, en nu heb je het bedrijf naar je, jezelf vernoemd. Ja. Um, was dat een goede zet of heb je er ook wel eens spijt van? Want ik kan me voorstellen dat als je uh, uh, mannen treft... dat die hè, het idee hebben dat je de hele dag hitsig bent, bij wijze ja, Klopt, ja. Tenminste, die dat denken. Ja. Het klopt niet. Nou. <laughs> dat was wel verrast. Ja. Nee, het klopt niet. Maar zijn er die dat denken? Mannen, inderdaad, vaak. Ja. Um, ik denk wel dat dat mij onderscheidend maakt in die industrie. Dus in die zin is het wel zakelijk een goede set geweest. Uh, persoonlijk, inderdaad. Um, ik denk als ik het een andere naam had gegeven, werd dat ook gedacht. Dus ik denk dat dat niet zo uitmaakt. Maar je ziet wel dat je persoonlijke naam. Wel aan een vibrator is verbonden. Vibrators, hè? ik heb meerdere. Mm -hmm. Maar goed, het is dus ook Rianne S. Ik ben Rianne, ik ben niet Rianne S. Ja, ja. Uh, of Rianne Vierstra. Dus in die zin vind ik is er toch enigszins een ruimte. Uh, en volgens mij was het zakelijk wel degelijk een goede set, ondanks dat we het me ook wel eens is afgeraden Verschillende mensen. Ja. Sommige mensen denken dat het een criminele naam is. <laughs> ja, inderdaad. Als <laughs> dus, ja. kan je ook nog hebben. Ja. Ja. Hey, en hoe ingewikkeld was het om je die markt in te vechten? Want er is natuurlijk een krankzinnig aanbod. Um, ja, ja drijft er maar eens boven. Ja, dat is mij toch gelukt. Omdat um, we spreken nu toch ook over tien jaar geleden, ben ik hiermee begonnen. Ja. Uh, was er minder concurrentie? En ik ben toch altijd ben wel als merk anders geweest. En een van die dingen was ook door mijn naam eraan te verbinden. Mm. Ja, en het lukt mij toch wel altijd om anders te zijn, ook nu. Want er wordt heel veel hetzelfde gedaan. Mm -hmm. Je hebt wel bepaalde productinnovaties die echt heel goed zijn en heel anders zijn. En daardoor heel succesvol zijn. Uh, ik zorg als merk dat ik toch echt onderscheidend ben. Als merk, de hele merkbeleving, mm -hmm. ben ik behoorlijk fashionable in die business. Ja. Yeah. En dat doet eigenlijk niemand. Hm, eigenlijk niemand. Nee, niet zozeer. En ik zorg ook op productniveau dat ik ook onderscheidend ben. Want het is uiteindelijk maar een vibrator, hè? Dus ja, alle vibrators zijn hetzelfde, net als in de kledij. Hm. Alleen ik doe dan bijvoorbeeld bij de vibrators een cosmetica-tasje. En dat doet niemand. Of ik heb een vibrator in een hele mooie verpakking... en geef een armband erbij. Ja, ja. Dus in die zin is het, ook, is het qua beleving, maar ook op productniveau... geef ik toch een ander product of iets erbij, waardoor, de, waardoor het weer anders is. Daardoor slaat dat aan. Kun je daar eens wat aantallen aan koppelen, hoe dat aanslaat? Hoeveel verkopen we? Ja, we verkopen wel honderdduizenden producten per jaar. Honderdduizenden? Dus wel echt ja. duizenden. Dun. Nee, dun. Dun. Ja. In hoeveel landen? Ja, wel, ja, ik zeg altijd 35, maar dat zijn er ondertussen alweer veel meer. Want we hadden bijvoorbeeld, uh, oktober had ik een beurs, had ik een nieuwe klant uit Oekraïne. Ja. Daar wou ik mijn vingers nog niet helemaal. Branden is een groot woord, maar als je in zo'n land naar zo'n land gaat verkopen, wil je eigenlijk wel echt een goede partij hebben die daar jouw producten verkoopt. En ik denk dat ik die nu wel gevonden heb. Uh, nou, dat is dan weer een leuk land erbij. Zuid-Korea uh, oh ja. ben ik mee bezig. En het, het is, heb, wil je ook heb ik wat minder feeling mee met die land. Want ik ben toevallig Zuid-Korea wel geweest, Oekraïne niet. Yeah. Uh, maar dan ga je toch zo'n samenwerking aan. Hè, omdat je iemand op een beurs ziet. Um, dan kijk ik toch ook wel even de katten uit de boom. Dus ik ben ook niet altijd van gelijk maar verkopen of zo in een land. Ik wil toch wel eens zien van hé, hey, met welke partij ga ik dan samenwerken. En ook wel echt een lange termijn uh, visie. Yeah, Dat is wel je, heel belangrijk. Want je, even voor de duidelijkheid, jij verkoopt niet direct aan de consumenten. Ik verkoop ook gelijk aan de direct aan de consument. Beide. Oh. Dus het is en business to business. En yeah. business to consumer. Okay. Maar uh, 95% van de omzet is business to business momenteel. Yeah, yeah, yeah. En het is natuurlijk ook best wel een niche-industrie. Uh, dus het is sowieso wel belangrijk dat je, als je daarin gaat verkopen, dat je gelijk dat toch breed uit gaat zetten wereldwijd. Um, ja, en dan is het toch een tussenpartij. is Bijvoorbeeld in Amerika wel handig, in ieder geval in den beginnen. Ja. Hè, om je merk ook op de kaart te zetten. Die tussenpartijen doen ook heel vaak marketing voor je producten. Dus ik heb een klant daar, een uh, retailer bijvoorbeeld, een grote retailer, die zorgt dat mijn producten in de Huffington Post komen. Ja, 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 ja. Ja, dat is alleen maar gunstig. En dan kun je natuurlijk ervoor kiezen om op langere termijn te zeggen: van hé, hey, gaan we kijken of we dat wel rechtstreeks naar de consument willen doen. Maar daar ben ik nu doe ik het grotendeel business-to-business. Business. Ja, treed jij niet zelf op in Amerika bij zo'n uh, telcelachtig... Ja, dat is fantastisch. Ja, dat uh... is heel leuk. Hoe ja. ziet is, dat eruit, vertel eens? Nou, dat is sowieso een enorm bedrijf. Dat zijn de John de Molper, Porsche, tien enorme studio's... in de middle of nowhere in uh, Minneapolis. Ja. Iets buiten Minneapolis. Bij uh, headquarters van Prince. Dus het zijn van die enorme studio's. En ja, dat loop je dus echt in een... Huiskamer of in een badkamer. Dus het is ook echt zo'n ingericht huis. Hè? Precies hoe je denkt dat dit de Telcel is, is het ook. Yeah. Uh, ja, dan ga je je product van. Very nice vibrator, 10 speed. <laughs> uh, dus hoe je denkt dat het is, is het ook. Je hebt een hele lijst aan dingen die je niet mag zeggen. Yeah. Want als je valse claims maakt, uh, kun je daar heel erg op beboet worden. Gelukkig, ik niet zelf, maar de. Degene die het daar produceert, kunnen daar heel erg op beboet worden. Ja, ja, ja. Uh, ja en dat is heel leuk. Dan krijg je drie uur om je product te verkopen. En dat wordt dan daar s'nachts uitgekozen? Ja, zeg maar. ja, dat is inderdaad s'nachts om twaalf uur. Uh, ja. ja, van twaalf tot twee. Het, het wordt 80 miljoen huishoudens hebben bereikt tot die zender. Ja, ja, ongelooflijk. Kijk, ik maak me niet de illusie dat al die 80 miljoen mensen... Kijken, dat is niet zo. Dat kan ik ook terugzien aan die omzet. Was het maar waar? Was het maar waar? Ja. Dan hoef ik alleen maar dat te doen. Maar hij heeft wel een heel groot bereik. En dat is natuurlijk wel een leuke manier om je product te marketen. Ja. Want ik ben ook met YouTube weer ook, ben ik ook weer mee bezig, ook in het Engels. Uh, ja, daar kijken ook, kan ik soms een filmpje maken, daar kijken ook 170.000 mensen naar. Veel Amerikanen ook. Ja, Dat zijn toch weer 170.000 mensen die potentieel je product. Kunnen kopen. Het lijkt me nog best wel een ingewikkeld product om op de televisie aan te prijzen. Gaat het een beetje vroeger dan eh, als in de weekend dat je tegen je gezicht houdt en laat zien hoe het trilt? Ja, Paul, dus je houdt hem <laughs> tegen je neus. <laughs> ja, nou, dat klopt. Amerikaanse tv, ja, Dat stel ik me zo voor. Je mag dus ook heel veel dingen niet zeggen. Het, het is geen vibrator, het is een massager. Een <laughs> massagestaaf. Ja, we hebben het over nou ja. external massager. Hm. Uh, dus je mag ook heel veel dingen inderdaad niet zeggen. Maar je ziet toch eigenlijk ook in Amerika dat het veel open-minded meer open-minded is dan wij eigenlijk denken. Ja, ja. Kijk, er wonen 350 miljoen mensen. En ze hebben ook wel eens onderzocht, 40% van de mensen ook in Amerika gebruikt vibrators. Dus dat is 40 miljoen van die 330 miljoen mensen hm. die daar eigenlijk wel open-minded tegenover staan. Ja, een ja, enorme markt. En is, is het nou een andere markt dan, laten we zeggen, als je in dekbedden had gehandeld of zo? Is het, is het een andere industrie? Ik heb in, niet in de dekbergen gezeten. Weliswaar, zei jij al <laughs> Klaar, heel terecht. Een voorbeeld. Het lijkt heel erg op elkaar qua ja. gebruikersplaats. <laughs> <laughs> dus ik heb in de meubels gezeten hiervoor. Designmeubel, die verkocht ja. ik ook in. Uh, dat was niet mijn eigen bedrijf. Ik was exportmanager. Ze dus verkochten dat ook, ik denk wel, in 50 landen. Uh, ik vind dat niet, want je. je je hebt een product waar een consument om vraagt en je verkoopt dat. En je zorgt dat het er mooi uitziet, dat je kwaliteit levert. En je zorgt dat je de juiste marges hebt. Yeah. Dat je niet een soort Sinterklaas bent. En dan vind ik het eigenlijk hetzelfde. Dus eigenlijk is het een service naar de consument toe, wat ik doe. Yeah. Okay. Ik vind het ook een dienst eigenlijk. Ik vind het een dienst door middel van een product die ik geef. Maar eigenlijk geef ik geen product, ik geef orgasmes. Maar de, de sfeer op een meubelbeurs is vergelijkbaar als de sfeer op een uh, seksspeeltje. Nou, erger. Ja? Ik vond namelijk op die meubelbeurs, vond ik zeer veel testosteron rond... <laughs> rondlopen. Vooral in Italië, van die mannetjes met heel veel testosteron. Meer dan in de erotische industrie. Hm. Vind ik uh, veel creativiteit rondlopen. Ja, ja. En een beetje man voor mensen. He, want die beurzen die ik doe in de erotische is ook veel business to business. Dan heb je echt inkopers. Dat vind ik eigenlijk helemaal niet zo veel testen rondlopen. Valt wel mee. Zo best wel veel vrouwen tegenwoordig. En dat uh, ja, vind ik eigenlijk de sfeer om de meubels. <laughs> uh, stukken hitsige. Ja, ja. Wat dat okay. betreft, Paul. Ja. Waar eindigt het? Nou, ik denk helemaal niet aan eindigen. <laughs> ik, denk, <laughs> ik denk alleen maar... Ik denk dus, wat dat betreft, ben ik... Uh, ik denk als ondernemer moet je ook wel een ontzettende. Uh, ik ga niet zeggen, oh, ik weet niet of je een opportunist moet je niet zijn, maar wel een optimist. Mm -hmm. Dus ik zie, in Amerika zie ik dan 60% van de mensen die het dus nog niet heeft. Ja, ja. En dan denk ik, het eindigt, nergens, het, het kan alleen nog maar doorgaan. Want uh, er is dus een hele grote markt die nog geen seksspeeltjes gebruikt. Ja, En het is toch een soort hulpstuk ook, hè? Uh, als je even al de genotten even wegdenkt, zie ik het ook maar als een wasmachine. Ja ja. <laughs> Denk ja, je kunt de was met de hand doen, maar je kunt het ook met de wasmachine doen. Hmm. Ja, je kunt het daar beneden met de hand doen, maar je kunt het ook met een speeltje doen. En voor vrouwen het uh, gemiddeld 20 minuten, hè, voordat een vrouw nog gas mee heeft. Nou, als je dat even kan vermakkelijken <laughs> tegenwoordig met een speeltje, waarom niet? Ja, nou dus ja. Dus ik dat zie, leek. ja, dus ik zie wat houf het even echt alleen maar. Uh, mogelijkheden. Ja. En, en wat, wat zijn de trends? Wat kunnen we verwachten? Er zit bijvoorbeeld een robotisering eraan te komen. Dat je. Ja, maar daar geloof ik niet zo in. Nee? Want uh, ik geloof ook speeltjes. Dat gaat ook bij mij ook over intimiteit met jezelf en met een partner. Ja, als ik over een robot denk, denk ik niet aan intimiteit. Er komt niet een enorme tech-revolutie in de. Nou, je ziet wel nu er is ook een leuk bedrijf voor Misschien heb je ken je dat Kiro? Is een leuk bedrijf die doen uh, op afstand. Dus dan kan, uh, stel mijn partner woont in Amerika, kan ik bepaalde dingen doen met mijn toy, en ja, hij heeft dan ook, of zij heeft ook een toy, die voelt dat dan op afstand wat ik doe. Uh, daar, dat is zeker een trend. Je hebt ook uh, nu bepaalde, ja, heel toepasselijk suk zuig technologie. <laughs> dat. Is, uh, dat is nu ook heel hot. Het is een beetje alsof je een stofzuiger erop zet. Ja, ja. Qua uh, snelheid <laughs> en, en, en qua genot. Maar er zijn dus mensen die dat wel heel fijn vinden. Dat is ook heel groot momenteel. Dus daar zie je zeker trends. Zelf zit ik, ben ik wat dat betreft, qua merk, wil ik toch zeggen iets minder innovatief. Maar ik, zie het, ik zie, zit meer op. Uh, de, die branding, die hele brand experience, dus dat modieuze, dus een tasje erbij. Uh, en verder werkt het gewoon prima, het probeert gewoon goed. Ja, en daar is toch ook een grote markt voor. Ja, duidelijk verhaal. En ja. uh, probeert u het nog niet, doe het dan vooral. Ja, ja. dat is het. Leuk dat je er was. Dank, Dank dankjewel, je wel. Paul. Veel succes. <laughs> u wilt u meer gesprekken zien, abonneer dan even op dit kanaal.